Sinds vorig jaar staat Bioshock weer volledig op de kaart door Bioshock Infinite. Maar 7 jaar geleden kwam de allereerste Bioshock uit. En goed nieuws voor de fans, want hij is nu gepoort naar je telefoon. Met de release van Bioshock op de iPhone, iPad en iPod Touch komt een ware klassieker naar het iOS-platform. Oorspronkelijk verscheen de game in 2007 voor de Xbox 360 en de PC en werd beschouwd als een van de beste games van dat jaar. In het spel kom je na een vliegtuigcrash terecht in de onderwereld van Rapture. De stad werd ooit opgericht als een utopia, een wereld waarin de meest getalenteerde mensen samenkwamen en konden doen waar ze goed in waren, zonder een overheid of een hogere kracht die hen daarin beperkt. Helaas is het nu één brok ellende. Dat komt voornamelijk door de mogelijkheid om in Rapture door middel van het goedje Adam jezelf genetisch te manipuleren. Daardoor is het mogelijk om bijvoorbeeld vuurballen te schieten of vijanden te bevriezen. Maar het heeft ervoor gezorgd dat de oorspronkelijke bewoners van Rapture volledig zijn doorgedraaid. Wanneer jij hun wereld betreedt, word je dan ook gelijk aangevallen en moet je vechten voor je leven. Naast je speciale aanvallen maak je in Bioshock ook gebruik van een uitgebreid wapenarsenaal. Met je pistool, je shotgun of een machinegeweer kun je dan je vijanden van je afschieten. Maar het is ook mogelijk om de omgeving als een wapen te gebruiken. Door bijvoorbeeld vijandige schiettorens te hacken, zorg je ervoor dat zij het vuur op jouw vijanden openen en jij vervolgens makkelijk voorbij dit probleem komt. Grote problemen kom je in de vorm van de Big Daddies tegen. Deze grote wezens zijn zeer krachtig en het zal je veel moeite kosten om ze te verslaan. Maar als je dat lukt, krijg je via de zogenaamde Little Sisters de mogelijkheid om je eigen vaardigheden te verbeteren, zodat je je kunt verweren tegen de sterkere vijanden die komen gaan. En je uiteindelijke doel in Bioshock is om heelhuids Rapture te verlaten. Maar hoe je de stad dan achterlaat, dat bepaal je helemaal zelf. Bioshock is nu verkrijgbaar op iTunes. Hij is inmiddels dus al 7 jaar oud en dan zou je denken, oh, met de poort gaat het garage wel goed. Helaas is dat niet helemaal gelukt, want het is echt een downgrade. Grafisch ziet het er minder goed uit en zeker tijdens de gevechten mis je dit, want het gaat allemaal te snel voor je iPad of telefoon om dan bij te houden. Ook de besturing vond ik niet zo heel erg lekker, want ik ben een controller gewend en niet een beeldscherm waar ik op moet klikken. Daarnaast is het vreemde dat het spel 15 euro is voor op je telefoon of iPad, maar voor op je PC of console is die maar 10 euro. Ik zou zeggen, ben je echt een iPad-speler, dan is die voor op de iPad te doen. Maar ben je de PC of console gewend, haal het oudje dan lekker daarvoor binnen en laat je iPad in een hoekje liggen.